Nou, daar ben ik weer. Jullie hier komen ook langzaam weer binnen te vallen. Ik viel weg. Ik weet niet wat aan de hand was. Geen idee hoe het kwam. Ik heb niks te meer. Ik kon hem ook niet opslaan. Dus wat ik eerder allemaal heb gezegd. Helaas dat. Kun je niet meer. Niet terug. Zit ik proberen nog te halen. Terug even. Om nou nu weer alles te halen. Ik kan best de proteïne weer binnen zijn gekomen. Telefoon dus weer opnieuw aan en dat helpt. Het geluid is net weg, is weer, dat hebben we meegekregen. Maar ik ben nu weer. Zijn er meer mensen die geluid op blijven? Nee, ik moet geluid ook wel echt. Maar misschien komt het door het Sahara in zand in de lucht. Ik heb geen idee waarom ik uitviel, maar alles is een eerste keer, hè. Ik ga even laten zien wat er weer binnen is gekomen, wat een tijdje op was en weer geherprodukt is. Deze lieve heersbeestjes, stem met lieve teksten, deze stand met harten. Ik doe het even een beetje snel. Oh, het geluid hapert. Oh, dat is Angela weer. Had er net ook problemen mee. Petra niet. Petra heeft misschien dichterbij dan Angela. Misschien dat dat scheelt, ik heb geen idee. Stans van harte. Een stans met honingraad. Een stans met een bloem. En een stans met de bijtjes. Daarmee was ik ook aan de slag. Ik had al verteld dat ik dit knipvel op mijn kaart geplakt. En dat ik dus van de kaart met kaartenrek twee versies heb. Die ene is wat blauwer geworden. Oh, bij Marjane hapert het ook. Ja, Marjane is dichterbij dan Petra. Geen idee. Ik ga gewoon verder. En ik kan aan het geluid en ik denk wijn doen. En misschien die wel goed opgenomen wordt. En dan nog iemand waarbij het geluid hapert. Misschien dat hij het goed opneemt en dat ik dan weer te horen ben. Deze heb ik dus in twee verschillende kleuren, maar dat had je misschien net ook wel meegekregen. En die misdruk, die wat blauwer is, die in uw aanbieding deze week. Het is inmiddels beter bij Marianne. Nou, dan hoop ik dat het bij iedereen beter wordt, het geluid. Er zit gewoon iemand in de atmosfeer te storen, Marianne. Ik heb de lievertjes uitgestampt. Dat heb ik uit rookkarton gedaan en het zwart karton. Daar zit een tape achter, dat is een dubbelzijdige tape. Dan kan je een soort sticker maken. En tussen het rood en het zwart heb ik perkamentpapier gedaan voor de vleugeltjes. Hij wordt iets beter, Truus. Nou, ik ga hem terugluisteren. Ik ben benieuwd hoe ik klink als ik haper. En ik had deze bloemetjes uitgestanst en daar heb ik de gele hartjes op geplakt. En ik denk dat ik toen wegviel, maar dat weet ik niet helemaal zeker wanneer ik wegviel. En deze die ga ik hier op de kaart plakken. En ik had natuurlijk veel meer zo'n veld. Ik weet niet of ik alles straks nog kan herinneren in het blog. Maar goed, misschien was het wel helemaal niet belangrijk. Kan ook. Als je niet meer kan herinneren, is het meestal niet belangrijk, hè? Dat zegt mijn moeder tenminste. Deze ga ik hier plakken. Even kijken. Er zijn nog grote foompjes voor kleine blaadjes. Ik ga een paar foompjes door de tweeën knippen. Oh ja, ik had verteld dat ik die klavertjes ook had uitgestand en niet kon vinden. Nou, in de tijd dat ik uit de lucht was, zag ik dat ze op de grond waren gevallen. Dus die zijn er. Daar zag ik misschien dat ik hem toch wel. Dat is misschien toch ook wel leuk. Ik heb er hier nog geen uitgestanst. Dat klavertje zit erbij bij het lieve heersbeestje. En wie nu pas inschakelt en denkt, waar heeft ze het over? Ik was dus net al lekker met deze kaart bezig. Maar
De verbinding verbrak. Ik kon het ook niet opslaan. Dus helaas moeten we dat missen. Maar ja, het zij zo. Nou, hier komen dus weer kleine foompjes op. Maar deze kan ik wel voor dat klavertje plakken. Moet ik dat klavertje eerst maar even vastplakken. Ik ga straks ook nog de bijtjes maken. Een vormpje in het hartje. Zo. Het klavertje ga ik even vastplakken. Deze vormpjes die ik dus met 3D foam doe, die heb ik niet met dat Easy Connect tape gedaan. Die wilde ik wat naar voren komen. Zo. Ja, mijn moeder heeft me ook weer gevonden. Je bent er weer. Ja, ik was er alweer even, mam. Ja. Misschien hebben jullie nu wel een stukje gemist. Zat je lekker om 8 uur klaar, was ik de ene weg. Nou ja, hij is dus nog terug te kijken. Rechtstreeks via Instagram. Maar ook in mijn blog doe ik meestal een link. En van de week heb ik ook alle eerdere live demonstraties heb ik op YouTube gezet, dus die kan je ook allemaal terugkijken. Zo. Nog een paar bloemetjes. Als jullie vragen hebben omdat je iets gemist hebt, stel ze vooral. Ik zal proberen mee te kijken. Want ik weet niet meer precies wanneer ik uit de lucht ging. Zo. Nu ook hier. Dan heb ik hier nog twee zijn schattige bloemetjes. Hè. Die hartjes die heb ik dus uit het mosterdgele karton gestanst. Dat mosterdgeel van Papicolor dat gaat eruit. Maar daar heb ik nog een flinke stapel van. Dus die kun je nog bestellen. En daarachter had ik Easy Connect tape gedaan. Zodat het dubbelzijdig wordt. Kijken, waar doe ik die? Zo, hier zo. Nou, misschien dat ik hier nog een tekst op zet of nog een koordje of een lintje aan doe, maar dat doe ik straks even op mijn gemak. Het achtergrondvelletje wil mam nog even zien. Kijk, dit is het achtergrondvelletje. Ik zit er een beetje dicht op, dus ik kan hem niet helemaal laten zien. Even van links naar rechts laten zien. En deze middelste heb ik dus gebruikt. Het rechter gedeelte, zeg maar. En ik heb hier ook die andere liggen, dus die ga ik op een ander kaartje plakken. En daar komen de bijtjes bij. Die gaat even aan de kant. Of ik kan misschien wel even in beeld liggen. Kan je vast even kijken terwijl ik verder ga met die andere. Deze had ik bedacht. Op die velletje zit ook een wit randje. En dat heb ik eraan laten zitten. Zodat je, als je hem op de kaart plakt, dat je aan de boven- en de onderkant een wit randje hebt. En er is hier zo'n eigenwijs blauw bloemetje. Hier die zie. Die steekt over de rand heen.
Voor de rest zit ze allemaal binnen het kader, maar er is eentje lekker eigenwijs. Dus ik vond het wel leuk om deze. Die andere plaatjes is dat niet zo. Dit is het ene eigenwijze bloemetje. Ik vond het wel leuk om dan bij deze het witte randje te laten zitten. En die ga ik op een gele kaart plakken. Dan ga ik even een dubbelzijdig plakband en lijm achter doen. Ik ga hem eerst vastplakken en dan pas snij ik hem op maat. Maar ik leg hem hier wel zo langs de kaart, zodat ik weet tot hoe ver ik hem in moet lijmen. Ik wil dus het linker gedeelte gebruiken, zodat ik de bijenkorf heb. Dus dan heb ik dit gedeelte nodig. Leg ik even langs de kaart, zodat ik weet dat ik hier geen lijm hoef te smeren. Oh, dat zag je niet, maar ik... Dit stuk, daar doe ik geen lijm. Ik leg hem dus precies langs de zijkant van de kaart. En het kan er wel ietsjes uitsteken, de lijm. Dat is op zich niet erg, maar dit hele vlak insmeren, dat is niet nodig. Nou, ik wijs weer naar iets wat jullie helemaal niet zien. Ik zit er een beetje dicht op misschien. Ik heb net die hele camera natuurlijk verplaatst. Oh, ik ga ook nog even een liniaal gebruiken. Er zitten hier van die handige blokjes op. Die leg ik tegen de onderkant van de kaart. Drie rijen met blokjes. En dan leg ik daar mijn plaatje tegenaan. Gaat die altijd recht. De lijm zie je er nog wat doorheen, maar dat trekt weg. Deze plaatjes zijn ook door de Eline ontworpen en de bijtjes ook. Eline Pellinkhoff. En dan snij ik zo het randje eraf. Dit is ook nog een heel leuk stukje, dus misschien dat ik die nog wel gebruik voor een klein kaartje of zo. Dus die bewaar ik. En aan deze kant ook nog een randje ervan af. Zo. Hoger. Even kijken, waar had ik mijn bijtjes? Hier. De bijtjes hebben verschillende lijfjes en verschillende hoofdjes. Die voelsprieten staan de andere kant op en de pootjes staan ook andere kanten op. Hier heeft hij de pootjes omwijd. Alsof hij ergens op zit. En hier wijzen de pootjes naar beneden bij elk. En bij deze heeft hij, oh, jullie zien het helemaal niet, het is op zwart. Dus dat, ik weet niet, nou hou ik hem wat dichterbij, kan je het wel zien. Deze pootjes staan dus uit elkaar. Deze pootjes, dat is dus een zittende. Deze pootjes zitten gewoon onder het lijfje. En dan heeft die ene zijn linkerpootje omhoog en die andere de rechter. Dus daar kan je mee variëren. En ook die hoofdjes zijn verschillend. De voelsprieten, die kijken allemaal de andere kant op. Nou, ik kan hem denk ik wel alvast op de kaart plakken. Dus even kijken. Zullen we die hier in de lucht doen? Hoppa. Dan is het handig om de verpakking te bewaren. Oh, dat had ik ook al helemaal uitgelegd. Dat ga ik op mijn blog nog even uitleggen. Van al die... kleuren die dan corresponderen met dat plaatje erboven. Even kijken, het bijtje wat ik hier heb, dat is deze. Daar komen dus gele strepen overheen. Nou, volgens mij zijn die allemaal hetzelfde. Tenminste, er is een bovenste en een... ik ga even wat hoger. Een bovenste en een onderste. Die plak je op het lijfje. En dat streepje ook. Nou, wat voor hoofd zullen we doen? Deze is wel leuk.
Zo, die plak ik erop. Het zwarte hoofdje. En dan gaat, ja, het is net een soort masker. Die gaat er overheen. En dan heb je gelijk donkere oogjes. Zo, dat is het bijtje. Dat is schatje. Even kijken, we kunnen hem ook nog een bloemetje in zijn handen geven. Dan heb ik dat ene bloemetje net gebruikt. Oh, ik heb hem ook nog uit wit gestanst. Kijk, dit zijn de blaadjes in het steeltje. Die ga ik zo in zijn pootje doen. Nou, één blaadje eraan is denk ik wel genoeg. Zo, en het bloemetje. Ik had hier nog witte. Kan dat, of moet het een ander kleurtje zijn? Het kleine bloemetje. Die rode heb ik al gebruikt. Dan weet ik niet of rood hier wel bij kleurde. Zo. Maar het gele hartje moet ik even opnieuw stansen. Hier is die. Ik heb hem zojuist ook gestanst en toen bleef dat stipje in mijn mal zitten. Dat was niet zo handig. Toen dacht ik, ik doe even met het met zo'n embossing tool, doe ik even een beetje zo in prikken. Dan blijft hij op mijn papiertje zitten. Anders gaat hij mee in de mal en dan krijg je hem er weer zo lastig uit. Pak ik hem hier vanaf. En dan komt daar het hartje van het bloemetje. Nou, zullen we er nog een bij doen? Eens even kijken. We hebben ook dat zittende bijtje met die beentjes uit elkaar. Kijk, is het goed te zien? Oh, heeft hij geen vleugeltjes? Oh, god, vergeet hij helemaal die vleugeltjes. Als mijn zuster er ook niet was, hij was weer helemaal vleugeltjes vergeten. Hij heeft ook hele leuke vleugeltjes. Die heb ik dus uit perkamentpapier gestanst. Eens kijken of ik die nog onder kan peuteren. Even met het mesje. Oh, ik snij in zijn lijf. Even een beetje loswippen. Oh, ze vallen hier niet eens op. Maar ja, hè? Ik moet een ander kleurtje gebruiken, denk ik. Zien jullie het vleugeltje? Ja, wel een beetje. Even kijken, dan kan ik ze natuurlijk ook naast elkaar doen. Want dit bovenkantje was al een beetje los. Dit zul je natuurlijk beter zien op een gekleurde achtergrond. Nou, hij heeft vleugels, Marianne. Maar ik zat even op mijn gekleurde achtergrond te houden. Kijk, dan zie je die vleugels beter. Even kijken, ik ging die zittende. Oh, dan moet ik ook weer met die vleugels beginnen. Deze die ga ik hier in het gras zetten. Nou, dan zal ik eerst die vleugels... Je plakt dus eerst de vleugels erachter. Dat is één. Dat blijft gewoon zitten, want ik heb Easy Connect tape achter die zwarte zitten. Dus dat plakt. Oh, je kunt het randje van de vleugeltjes ietsjes inkleuren. Heb je al bijtjes gemaakt, Truus? Nee, dat kan helemaal nog niet. Ik heb ze vandaag pas naar je opgestuurd. Oh nee, ze liggen klaar voor je. Dat zo was het. Een wit lijntje tekenen. Ik weet niet of mijn witte pen of die hier zo goed op het perkament. Zal ik eens uitproberen. Ik
heb hier perkamentpapier liggen. Ik weet niet of die witte pen blijft zitten. Nou, in eerste instantie niet. Ik ga deze even laten drogen. Help jullie onthouden, dan kijken of het straks gedroogd is en blijft zitten. Maar inderdaad, met een beetje stempelinkt. Ik heb hier nog een bruine tool liggen. Ik ga dat even op een los vleugeltje uitproberen, weten we dat gelijk ook. Dit zal ook wel even moeten drogen, denk ik. Even langs de randjes. Nou, volgens mij geeft het niet zo heel erg af. Valt mee, denk ik. Hij heeft nu een beetje een bruin randje. Stel dat ik die nou hier zou plakken. Ja, dan zie je hem ietsjes beter. Ik ga dat straks nog even veranderen, denk ik. Oh, wacht, deze kan ik natuurlijk al even achter doen. Jullie zien het helemaal niet. Hij moet even hoger. Ik heb mijn telefoon op een ander plekje. Ik heb net even mijn telefoon natuurlijk opnieuw opgestart. Dan ben ik anders in mijn houder teruggezet. Ik haal deze vleugels eraf. En dan doe ik daar zo'n vleugeltje met een bruin randje achter. Deze was al bruin, dan moet ik er nog even eentje bruin maken. Zo. Of met blauw, ja, met blauw is misschien ook wel mooi mee, Anne. Die heb ik hier niet bij de hand liggen, dus dat kan ik nu even niet uitproberen. Ja, nou heeft deze bruine vleugels, komt hij voor een bruine bij. Ik hoor even, wacht, ik zet hem hier. Ik zet hem hier lekker tussen de bloemen. Dat kan ook, hè, jongens. Zo. Het hoofd. Of een kop. Heb een bij een hoofd of een kop. Ach, maakt ook niet veel uit. Die erop. Dit is ravenzwart en dit is mosterdgeel. En dat mosterdgele, ik heb dat net gezegd, maar ik weet niet meer of dat in het eerste deel was of in het nieuwe deel. Maar die mosterdgeel gaat eruit bij Papi Color en ik heb nog wel een flinke stapel liggen. Dus als je het wil hebben, dan heb ik nog. Zo. En dan dat maskertje er weer op. Zo. Nou, dat is een leuk bij. Zal ik er dan ook nog maar eentje voor die bijenkorf zetten? Maar ik weet niet of ik die dan bruine vleugels ga geven. Want volgens mij zie je dat dan juist weer niet. Dus ik denk dat ik die dan gewoon wit laat. Dan heb ik ook een zittende nodig. Of ga ik daar een vliegende doen? Ik kan er ook wel een vliegende doen. Welke heb ik nog niet gebruikt? Dit lijf heb ik nog niet gebruikt. Laat ik die hier vliegen. Gelijk ook een oneven aantal. Dat is ook altijd wel mooi. Vergeet weer die vleugels. Kijken of ik hem nog los kan krijgen. Oh, maar dan, nou komt hij wel weer voor de blauwe lucht. Ga ik hem toch weer bruin maken. Zo. Ik gebruik dus bruine, volgens mij dat ook buiten beeld, bruine stempel in. Ik ga even jullie omhoog halen. Dan kan ik even wat meer laten zien. Kan ik alleen niet zo goed meelezen, maar dat
Valt wel mee. Nou, dat vleugeltje er ook achter. Dan doen we er weer een kopje op. Deze heb ik volgens mij ook nog niet gebruikt. Nee, is weer een andere kopje. En wie voor wie later inschakelt. Ik heb hierachter dus Easy Connect tape gedaan. Dat is dit dubbelzijdige tape. En als je dan gaat stansen, dan kun je dus een sticker ervan maken. Dus dan kun je het zo opplakken. Dat Easy Connect tape is er in 3 verschillende breedtes. Zo, weer een bij erbij. Zou ik hier het klavertje ook nog bij doen of wordt het een beetje druk? Nou, het wordt wel een beetje erg druk. Ik ga nog een paar bloemetjes erbij doen. Die had ik nog in het wit. Dus even kijken. Deze. Deze heb ik met Easy Connect tape gedaan. Maar die kan je natuurlijk ook 3D maken en dan kan je het met foompjes opplakken. Maar toevallig had ik deze net uitgestanst met dat Easy Connect tape. Deze doe ik hier. En deze doe ik hier. Even kijken, ik had nog meer witte bloemetjes. Die ga ik ook even bijplakken. Oh, het is misschien ook wel leuk om dat over het randje heen te plakken. Want we hadden hier al dat ene eigenwijze bloemetje wat over het witte randje heen komt. En nou ja, dan is het misschien wel leuk om hier ook nog een bloemetje te doen die over het randje heen komt. Even kijken, in deze bloem gaat dat hartje wat een soort... ja, vijfpotige spetter is. Die kun je dan zo weer in het hartje doen. Dan krijg je dus dat soort bloemetjes. Had ik er nog meer? Ja, ik heb hier nog die leuke kleintjes. Of is het leuk als die ook een bloemetje in zijn handen hebt? Misschien wel. Even die nog even een bloemetje zo in zijn handen. Zo. Had ik nog een geel hartje? Ja, ik had er nog één. Zo. Nou. Die twee vleugeltjes nog en straks nog even veranderen. En deze kaarten zie je op mijn blog. Soms maak ik ook nog wat extra kaarten. Dus wie weet zie je nog weer andere kaarten ook nog als je op mijn blog gaat kijken. Het staat er nog niet direct op hoor, want ik moet dan nog de tekst schrijven en alle linken naar de gebruikte materialen erin zetten. Dus dat duurt eventjes. Voor degenen die het begin gemist hebben, ik weet niet meer precies wat ik allemaal in het begin zei. Ik had in ieder geval nog uitgelegd over deze stans, dat het handig is om de verpakking te bewaren. En dat de kleur die je dus achter de stans ziet, correspondeert met de kleuren die je dan hier op de verpakking ziet. Zoals die lijfjes, daar zie je hier een bruine achtergrond. En die hebben hier op het plaatje ook een bruine kleur. Dit zijn de vleugeltjes, die zijn hier wit, daar ook wit. Deze bloem is hier wit, daar ook. Deze bloem is roze, daar ook. En zo geldt het voor bijna al die onderdelen. Dat die kleuren corresponderen, zodat je het wat makkelijker weet wat elk onderdeel is. Dus vooral die verpakking bewaren en je stansen daar ook op terug plakken. Dan is het makkelijk terug te vinden wat alles is. Ik heb ook uitgelegd dat hier dit figuurtje hier aan de zijkant.
Daarvan is deze hieronder, dat is een kroontje. Die zie je hier op deze weerspiegeld. Op die bij, die heeft een kroontje. En daarboven, daar is een mandje. En dat is dat, in dit geval kloppen de kleuren er niet. Dat blauwe en dat rode mandje. Daarmee verzamelen ze de honing. In dit geval. Even kijken, dit zijn de hartjes dus van de bloemen, maar die heb ik zojuist ook gebruikt, dus dat heb je vast wel gezien. En nou, voor de rest spreekt het allemaal voor zich, maar die kleuren, dat is handig dat die erachter zitten, dat je weet wat elk onderdeel is. Nou, ik zal de kaart nog even laten zien. Ga kijken of ik deze straks wel op kan slaan. Dat eerste deel dat ik dus... uit de lucht ging, dat kon ik niet meer opslaan. Dus dat moeten we helaas missen. Maar volgens mij heb ik alles wat ik zei wel zo'n beetje herhaald. Deze zie je dus binnenkort op mijn blog. En volgende week ben ik weer live. Ook weer op dezelfde tijd. Nou, die met het kroontje is de koningin. Ja, dat is de koningin. Er is natuurlijk maar één koningin, hè? Dus je moet dan altijd maar eentje een kroontje geven. Ja. Als je me een kroontje op wil geven natuurlijk. Hoeft niet per se. Maar volgende week ben ik dus weer live. Ook weer om 8 uur. En wie weet kijk je dan weer mee. En deze kaart zie je dus een van de komende dagen op mijn blog verschijnen. Met alle linken naar de gebruikte materialen. Nou, leuk dat jullie het leuk vonden. Het was even improviseren doordat ik wegviel. Gelukkig hebben heel wat mensen mij weer teruggevonden. En anders dan... zien ze het later terug. Dat kan ook. Nou, tot ziens. Doeg!